Dit is leven. Leven dat 3,5 miljard jaar geleden in al haar complexiteit is ontstaan. Maar waar bestaat het leven uit? En waar komt het vandaan? Om deze vraag te beantwoorden zullen we in een paar minuten tijd in een aantal stappen helemaal teruggaan naar het begin. Van de complexiteit van nu naar de fundamenten van het leven zoals wij dat nu kennen. Deze plant is niets anders dan een verzameling cellen. Al het leven bestaat uit cellen. Voor de plant geldt dat de cellen een celwand en een celmembraan bevatten, met daarbinnen verschillende organellen. Een plant is een eukaryoot organisme. Het genetisch materiaal bevindt zich, in tegenstelling tot prokaryote organismen, niet los in het cytoplasma, maar in de celkern of nucleus. Rondom deze celkern vinden we het endoplasmatisch reticulum. Na de transcriptie van genen wordt het RNA hier naartoe gebracht. Vervolgens wordt in de ribosomen de genetische code van het RNA getransleerd naar eiwitten. Eiwitten vormen de bouwstenen voor andere organellen, zoals mitochondriën en chloroplasten, die verantwoordelijk zijn voor de energieomzetting en fotosynthese. Eiwitten kennen echter nog veel meer functies in een cel. Ze dienen niet alleen als bouwstof, maar ook als brandstof, enzymen, transporteiwitten en zijn dus essentieel voor het leven. Als we beter naar eiwitten kijken, zien we dat ze bestaan uit een lange keten van aminozuren. Er bestaan in de natuur 20 verschillende aminozuren, waaronder glycine, serine, alanine, leucine en fenylalanine. De aminozuren gaan onderling peptidebindingen aan en vormen zo eiwitten. Een gemiddeld eiwit bestaat uit wel 300 aminozuren. De aminozuren zelf zijn ook weer opgebouwd uit een aantal verschillende elementen, waaronder koolstof, stikstof, waterstof en zuurstof. Maar waar komen deze elementen vandaan? Om dat te weten te komen, moeten we ver terug in de tijd, nog voor onze aarde überhaupt bestond. Hier zien we een zware ster. In deze ster vindt kernfusie plaats, waarbij waterstof wordt omgezet in helium. Maar een ster bestaat niet eeuwig. Als het waterstof in de kern op is, neemt de stralingsdruk af en krimpt de ster onder zijn eigen zwaartekracht ineen. Daardoor wordt de kern steeds compacter en heter. Onder deze immense druk is ook kernfusie met zwaardere elementen mogelijk. Helium wordt koolstof, koolstof wordt stikstof, stikstof wordt zuurstof, net zolang tot er een kern van ijzer overblijft, met daaromheen ringen van lichtere elementen. Hoe is niet precies bekend, maar feit is dat in dit stadium de zware ster explodeert. Een supernova-explosie. Daar komt zoveel energie bij vrij dat ook ijzeratomen kunnen fuseren en er dus nog zwaardere elementen kunnen ontstaan. Na de supernova-explosie wordt het restant van de ster een neutronenster, of zelfs een zwart gat. Uit de gigantische gaswolk, de supernova, die bij de explosie is gevormd, zullen uiteindelijk weer nieuwe sterren en planeten ontstaan. Onze zon, de aarde, het leven op aarde, bestaan uit al die verschillende elementen, danken hun bestaan dus allemaal aan een overleden ster. We hebben nu gezien hoe de complexe structuren van het leven op aarde in grote lijnen ontstaan zijn. Van waterstof en helium, naar zwaardere elementen, naar nieuwe sterren en planeten, en tenslotte naar aminozuren, eiwitten en zelfs cellen. Toch is er ook nog veel onbekend over hoe het leven heeft kunnen ontstaan. Wanneer is iets leven? Hoe zag het eerste leven eruit? En kijkend naar de toekomst, levert dit nog veel meer vragen op. Hoe zal het leven zich verder ontwikkelen? Of is dit wellicht het eindstadium? Kortom, kan het nog complexer.